Ik ben category manager bij Albert Heijn. Dus ik ben verantwoordelijk voor de omzet, de afzet, het marktaandeel en de winstgevendheid van mijn categorie. Dat is diepvries. So this is actually my daily job. I work every day with these sauces. I'm basically responsible for new innovations. And one of my recent innovations is for example this one. It's one of basically my first babies that I worked on. Bloemango Interactive is een online marketingbureau. Als campaign optimizer ben ik voornamelijk bezig met het selecteren van de juiste online media mix. Via welke kanalen moeten wij de consument bereiken? Dus moeten we binnen de zoekmachine marketing gaan zitten of meer binnen de social media bijvoorbeeld, of meer het verspreiden van content op blogs. I'm responsible for really the marketing, so I come up with the idea, where's the need of people, what should we invent to help people further, basically, to solve problems. And then also within the marketing I'm responsible for how should people perceive the product and also how should we communicate on it. So that is part of my marketing role. And then next to that I'm also a project leader, so together with the team I make sure that the idea that we invented, that it also looks like that in the market. Nou, wat eigenlijk het leuke is, is dat je een soort winkel in een winkel hebt. Dus als een soort ondernemer kan ik zelf kijken van oké, hoe staan de schappen erbij? Wat zijn onze doelstellingen voor komend jaar? Hoe kan ik die doelen gaan halen aan de hand van de producten die we hebben? De prijsopbouw die we hebben, het promotiebeleid. Dus eigenlijk de 4 P's van marketing kan ik heel concreet invullen. Ik zit zelf voornamelijk aan de datakant. Dus op basis van de inzichten die we in onze systemen hebben, bekijken wat de voortgang van campagnes is. En op basis daarvan gaan we ook continu de discussie aan met al onze specialisten. Of we meer uit campagnes kunnen halen, of we misschien budgetten moeten verschuiven van het ene kanaal naar het andere kanaal. Dus je bent heel veel intern aan het afstemmen. En daarnaast ook de afstemming met de klant, of je nog steeds op koers ligt voor het behalen van de doelstellingen. In het algemeen ben ik bezig met veel keuren van producten. Ik probeer ook zoveel mogelijk naar de winkels te gaan en met klanten te praten over wat ze nou missen bij ons in de diepvries en hoe we dat kunnen verbeteren. En verder ben ik veel in gesprek met onze aanmerkleveranciers om te weten wat hun plannen zijn en hoe we dat samen succesvol kunnen maken. In a company like this, you really have to learn how to deal with stress. And I think during your studies, how to deal with deadlines and how to deal with periods of exams, that is typically something that you directly apply in your daily job, in a job like this. Yeah. Zorg ervoor dat je voor jezelf achterkomt wat je leuk en interessant vindt. Het is enorm belangrijk dat je plezier hebt in je werk. En het klinkt als een cliché, maar je zult merken dat het echt zo is. I really knew what I wanted. I knew why I really liked this company. Most companies, they like to hear why people are applying for their business. Because then they can build a sustainable relationship with their employees. Ik denk dat je als marketingstudent juist moet markten in een sollicitatieprocedure. Dat wordt eigenlijk ook een beetje van je verwacht. Want op het moment dat jij jezelf niet goed kan verkopen, hoe kun je dan wel een product goed op de markt brengen?